dankjewel, tof. En wij kennen elkaar nu al een tijdje, omdat jullie ook Yes Move supporten. Ja. Zou je nog iets meer kunnen vertellen over wat de Rabobank Foundation precies doet? Ja. De Rabobank Foundation investeert wereldwijd in de zelfredzaamheid van mensen. Dat doen we in 23 ontwikkelingslanden door het helpen opzetten van boerencoöperaties en spaar- en kredietcoöperaties. Zodat mensen betere producten krijgen en een betere prijs voor hun producten, waardoor hun levensstandaard omhoog gaat. En in Nederland doen we dat middels het programma Financieel Zelfredzaam, waarbij we programma's ontwikkelen voor schuldenpreventie, om te zorgen dat mensen niet in de financiële problemen raken. En ik ben verantwoordelijk voor het programma Sociaal Ondernemen, waarbij we sociaal ondernemers ondersteunen die iedereen een gelijke kans geeft om deel te nemen tot de arbeidsmarkt. Tof, nice, dat heb je vaker gezegd. Ja. En wat is sociaal ondernemen voor jou? Als je erover leest, zie je er allemaal soorten begrippen over en mensen die andere definities van hebben. Maar wat houdt het voor jou in, of voor jullie? Dat ondernemers ondernemen vanuit een impact first principe. Dus dat het maatschappelijke doel ervoor opstaat. Dat echt de kern is van het bedrijf. Dat ze wel een rendabel verdienmodel hebben. Hè. Dus de onderneming moet wel gezond draaien. Maar dat de winst weer wordt gebruikt om de maatschappelijke impact te vergroten. Dus alles draait om zoveel mogelijk impact te maken, of op mensen of op het milieu. En is dat, ik hoor ook vaak de term hybride onderneming. Ik weet niet, is dat een beetje hetzelfde? Ben je daar bekend mee met die term? Dus voor mij is dat een beetje wat, een soort samensmelting van een commerciële en een sociale organisatie of zo. Ja, klopt. Ja. Vroeger zag je aan de ene kant van het spectrum zag je de NGO's, dus de goede doelenorganisaties. Ja. Die helemaal geen verdienmodel hadden en alleen maar op impact stuurden en niet op geld. En helemaal aan de andere kant de grote bedrijven die puur een financieel model hadden op zoveel mogelijk winst. En je ziet nu in het midden daarvan ontstaan, zie je sociaal ondernemers of hybride ondernemers die en heel veel impact willen maken, maar ook wel geld willen verdienen om die impact te kunnen vergroten. Dus niet voor hun eigen winst, niet voor hun eigen grote auto, maar puur om maatschappelijke doelstellingen te halen. Ik wil heel eerlijk zeggen dat ik het gevoel heb soms, maar misschien zie jij dat anders, dat sociaal ondernemen nog niet helemaal cool is of de waardering krijgt die het zou moeten krijgen of zo. En dan kijk ik nog vooral, ik weet nog niet per se voor Jets Move, maar vooral vanuit Jets Foundation, maar dan zit je toch al meer aan die NGO-kant. Ja. Dat, weet je, ik ben best trots op dat we in 5 jaar tijd een grote organisatie hebben neergezet die professioneel is, die duurzaam is, die projecten weet te borgen. En dat je toch keihard moet ondernemen daarvoor. Maar als je dan in een, je komt nog niet echt binnen in die sociale kring van ondernemers die het heel goed doen, omdat je uiteindelijk misschien, nou, ik wil niet zeggen niet in die dure auto rijdt, maar uiteindelijk niet de cijfers kan laten zien. Je laat cijfers van maatschappelijke impact zien, maar het blijkt nog meer, ja, een beetje, ik vind het zo'n soort, bijna alsof dat een beetje zo hippie-achtig, ik wil de wereld beter maken, ondernemer bent, dan een ondernemer die zich mega succesvol kan noemen of zo. En dat is een gevoel die nog een beetje bij mij speelt. Is dat herkenbaar voor jou? Ik denk dat er heel langzaam wel verandering in komt. Ik heb ook vorig jaar met een aantal best wel grote bedrijven gesproken. Die zeiden van, oh, kunnen jullie ons ook helpen om meer sociaal te worden? Dus je ziet het met name aan de kant van echt hele grote bedrijven die bezig zijn met die omslag. Hè? Ook bij de Rabobank is er een heel team aangesteld wat moet zorgen voor diversiteit en voor een meer inclusief personeelsbestand. Hè? Maar ik denk dat er een groep bedrijven tussen zit die nog vastzit aan oude traditionele verdienmodellen. En die het denk ik ook, en op sommige punten hebben ze er ook gelijk in, echt heel lastig vindt. Van ja, ik wil wel meer maatschappelijk ondernemen,
Maar hoe doe ik dat dan en waar moet ik dan beginnen? En ook de wet en regelgeving is nog niet altijd even makkelijk. Hè? Als jij iemand met een beperking aanneemt en er moeten allerlei aanpassingen worden gedaan in jouw pand. En dat moet gefinancierd worden. En hoe regel je dat allemaal administratief? Dus er zit ook nog best wel een deel onbekendheid in. Ja, en toch denk ik, en jij ziet dat ook gebeuren, samen met een aantal fondsen zien jullie waarschijnlijk de meeste sociale ondernemingen van Nederland wel, hebben jullie op de radar. En toch denk ik van, dat hoor je inderdaad vaker van grote organisaties dat zeggen, nou, willen wat socialer worden. Dus dan komen vaak thema's als diversiteit bijvoorbeeld voorbij. Maar uiteindelijk moet de organisatie niet helemaal terug naar de oorsprong van waarom zijn we ontstaan. Want heel vaak grote organisaties gaan dan mooie sociale dingen doen. Maar de oorsprong is nog steeds geld verdienen. En je benoemt net al heel goed in de definitie van een sociale onderneming. Die heeft niet als oorsprong om geld te verdienen en zorgen dat er ook winst weer wordt behaald voor de aandeelhouders. Of dat er groei is. Hoe moet daar niet ook een balans in komen tussen die groei, het behalen van winst en dat daar meer impact in moet gaan komen? Dat moet zeker. Ja. Maar ik vind het al heel mooi dat er de eerste stappen worden genomen. Hè? Zolang het oprecht is en niet een soort van greenwashing. Dat ze het doen om je producten te verkopen. Ik denk wel dat ze dat in de basis moeten doen. Maar dan heb je het echt wel over een hele grote systeemverandering. Hè? Want als je kijkt naar alle beursgenoteerde bedrijven, daar zitten allemaal aandeelhouders achter. Ja. Ja. Die toch ook gaan voor de winsten, voor de dividenduitkeringen. Dus dan moet je echt het hele systeem veranderen. En dan zou je inderdaad ook aandeelhouders moeten hebben die veel meer gaan voor de lange termijn. En voor de impact op mens en milieu dan de korte termijn winstdoelstelling. Ja. Gotcha. Maar die discussie zie je nu natuurlijk ook opkomen, dat er bedrijven in de problemen komen. En die een beroep doen op overheidssteun, waarvan in de voorgaande jaren echt heel veel dividend is ontrokken, hele grote winstuitkeringen zijn gedaan. Ja. En die krijgen nu ook de publieke opinie tegen zich. Hè? Ja. Van ja, jullie hebben alle jaren goed verdiend. Ja. En nu is er een probleem en nu moet de overheid bijstorten. Mm-hmm. En dat is denk ik ook goed in die discussie. Dus dat is eigenlijk een soort van lichtpuntje in de crisis. Is deze crisis dat veel meer bewustzijn gaat brengen bij mensen van hey, jullie hebben flink winsten gemaakt en uitgekeerd. En nu hebben we de steun van de overheid nodig omdat er geen buffer over is. Ja. Het is wel een goeie. Wat zie je nog meer in de crisis gebeuren? Want als ik kijk bijvoorbeeld bij Jet, zorgt het voor heel veel creativiteit. Ik merk bijvoorbeeld dat onze coachen heel erg naar online, in de online wereld binnen gegaan, maken hele creatieve filmpjes, gebruiken humor daarin om toch op een luchtige wijze met onze jongeren te kunnen verbinden. Merk je ook bij sociale ondernemers dat die nog iets makkelijker mee kunnen bewegen in deze periode dan de commerciële organisatie? Of zit daar ik ben echt enorm onder de indruk van hoe creatief ze omgaan met de crisis. En wij steunen ook een aantal sociale naaiateliers. En die zijn echt allemaal omgegaan tot het maken van mondkapjes, escorten en andere beschermende kleding. Dus de horecaondernemers komen met allemaal ludieke acties om nog omzet binnen te krijgen. Dus je ziet dat het echt kleine groeiende ondernemingen zijn die echt nog gewoon flexibel zijn. En die zie je echt goed acteren. Ik ben echt onder de indruk van hoe ze dat doen. Ja. Mooi man. En je gaf net ook aan, er is nu een soort van transitie gaande. Misschien wel sneller dan ooit door deze crisis. Waarin zelfs de publieke opinie veel kritischer naar bedrijven gaat kijken. En dat kan er misschien ook wel voor gaan zorgen. Want ik hoop dat uiteindelijk het niet cool is als je alleen maar geld wil verdienen. Maar dat alleen al bij de naam winst wordt niet meer naar cijfers wordt gekeken. Maar wat is jouw winst? Wat is de impact die je op de samenleving of op de aarde hebt gemaakt? En, wat als sociaal ondernemen wordt tof en dan komen er weer jonge mensen opstaan die zeggen, nou, ik wil gaan ondernemen, maar ik wil ook vooral impact maken. Ja. Wat voor tips kan jij nou meegeven? Je hebt heel veel bedrijven zien komen, maar waarschijnlijk ook zien gaan. Dat valt nog wel mee. Oké.
Niet zien gaan, gelukkig. Nee, niet zien gaan. Nee. Dat is heel goed om te horen. Ja, dat is goed voor de toekomst. Maar wat onderscheidt de succesvolle sociale ondernemingen? Dat ze echt een goed product of dienst hebben. Die echt ook het grote publiek aanspreekt. Want nog steeds is de groep mensen die iets alleen maar koopt omdat het duurzaam is, is best klein. En mensen willen gewoon een lekker broodje of een lekker koekje of een coole workshop waar ze echt iets aan hebben door Yet's Move. Ja. Maar je product of dienst moet wel goed zijn, want je kan, het makkelijkste voorbeeld is altijd even horeca voor iedereen. Ja. Want je kan een horecazaak openen en gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar als jouw gerechten niet oké zijn en niet lekker, dan komen mensen niet terug. Want mensen komen niet alleen maar omdat er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de bediening staan. Dus je producten en je diensten moeten echt gewoon heel goed zijn. Ik vind het een toffe opmerking, want daar wil ik uiteindelijk ook met Yet's Move naartoe, zeg maar. We bieden die Yet's Experience, waarvan ik overtuigd ben dat het een heel waardevol product is, wat zeker nog kan doorontwikkelen en sterker kan worden. Maar je wil voorkomen dat mensen het afnemen omdat de winst naar een goed doel gaat. Ik wil uiteindelijk ernaartoe dat een product hebben die waarde creëert van waarvan een organisatie zegt, eigenlijk maakt me niet uit waar ons geld naartoe gaat, maar dit heeft ons team daadwerkelijk geholpen. Ja, want dan komen ze ook terug en dan gaan ze ook reclame maken en tegen andere bedrijven zeggen van, oh, je moet, je moet met Yet's Move in gesprek. Ja. Want wij hebben als team heel veel aan die workshop gehad en daarbij is het super mooi dat het geld ook naar een goed doel gaat. Ja. Maar het is voor heel veel bedrijven en particulieren nooit de enige reden om iets te doen. Ja, fair enough. Wat maakt dat jullie in Yet's Move geloven of erin investeren? Wat vinden jullie de kracht van Yet's Move? Nou, ik vind het echt een heel cool product. Als je kijkt naar het aanbod van de grote trainingsbureaus. Ja. Die bieden dat niet. En dit is, jullie bieden echt een ander product aan. Ja. En ik denk dat daar echt wel behoefte aan is in het bedrijfsleven. Want zij krijgen zo mooi een spiegel voorgehouden door jongeren die ze waarschijnlijk in hun normale leven niet zo snel hadden ontmoet. Hè? Ja. En dat die ontmoeting mensen echt aan het denken zet over hoe je de zaken ook op kan lossen of hoe je ook met elkaar om kan gaan. Dus ik geloof vooral in het onderscheidende, in het product en dat jullie iets bieden wat echt volkomen nieuw is. Nice, oké, goed om te horen. En aan de andere kant, we zijn nu zo'n jaartje bezig. Wat denk jij dat nog ons grootste leerpunt is? Of waar zullen wij echt nog een ontwikkelslag moeten maken om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we over 5 jaar gewoon op eigen benen kunnen staan? Nou, ik denk dat tijd zie ik als de grootste hurdel voor heel veel sociaal ondernemers. Yeah. En ik denk dat jullie daar ook tegenaan gaan lopen. Okay. Want je wil heel veel en er moet in de opstart van een onderneming heel veel gebeuren. Want je moet denken om je marketing en om je communicatie. Je eigen organisatie moet staan. Je moet je product doorontwikkelen. Yeah. Dus je moet eigenlijk continu als ondernemer 10, 20, 30 ballen in de lucht houden. En dat is vaak voor heel veel ondernemers een obstakel. Van ja, hoe zorg ik dat alles evenveel aandacht krijgt die het nodig heeft? Raak je hem wel goed bij mij ook, want dat is inderdaad mijn grootste challenge. Want ik heb sowieso al 2 grote basketballen met Yet's Foundation en Yet's Move hoog te houden. En dan wat je noemt bij Yet's Move, heb je dan ook nog allemaal pingpongballetjes van je acquisitie, je marketing, je noem maar op. Ja. Dat is wel de grootste valkuil. En je zegt, ja, tijd is wel een dingetje. Daar heb ik ook bij jou eerder aangegeven. Wij waren heel enthousiast met een plan van 3 jaar en dan moet het zelf kunnen. Dan ga je nu gewoon zien van ja, je kan niet even een start-up uit de grond stampen
En dan denk ik, na 3 jaar doen we het wel, dan lukt het wel zelf. Dus ik ben wel, ik geloof daar wel heel erg in. En dat is ook wel iets wat ik heb geleerd, is geduld hebben is echt, echt key. En met Jazz Foundation hebben we dat gehad, want we zijn best nog klein. Ja. Voor het succes dat we hebben gehad en voor het 5-jarig bestaan, zijn we bewust heel langzaam aan het bouwen. En ik merk, ja, die lessen die tellen net zo hard in de commerciële wereld eigenlijk. Als je iets wil opbouwen, kan je beter je foundation goed neerleggen en geduld hebben daarin. En ja. wat is een beetje het marge waarvan jij denkt, wat jij ziet, of ik weet niet of jullie daar als foundation al zo ver in zijn, dat je zegt, nou ja, weet je, organisaties die geduld hebben, die goed met die tijd weten om te gaan, dit is een beetje de duur die ze nodig hebben voordat ze het zelfstandig kunnen doen. Heb je dat in beeld? Dat is lastig. Over het algemeen geldt een periode van 3 tot 5 jaar. Oké. Okay. En het is zeker ook geduld, maar het is ook focus, is een hele belangrijke, want er doen we altijd overal heel veel kansen op. Ja. En ondernemers die focus houden van dit is mijn doel en hier wil ik heen en dit wil ik bereiken, dat werkt het beste in plaats van dat je achter elke kans aanrent, want dan gaat je pad helemaal van links naar rechts, omdat je steeds afdwaalt van je uiteindelijke doel waar je naartoe wilt. Mm. En kost het heel veel tijd weer. Ja. Wat zie je nog meer echt qua skills, qua persoonlijkheid, karakter? Wat zie je terug bij een beetje de meest succesvolle ondernemers? Want ik krijg vaak jongeren die, als ik spreek bijvoorbeeld op scholen, HBO's of MBO's, komen vaak studenten naar me toe die zeggen, nou, ik wil ook mijn eigen stichting, ik wil mijn bedrijf starten en wat moet ik daarvoor doen? En heel vaak zeg ik als eerste al, voordat ze überhaupt bijvoorbeeld een stichting willen starten, ga eerst kijken wat er al is. Ja. En sluit je daarbij aan voordat je de volgende wordt die iets wil opstarten en die een eigen overhead gaat krijgen en noem maar op. Maar dat komt heel vaak natuurlijk ook vanuit een soort ondernemersdrang. Het is nu, ondernemen is populair geworden. Het is hip om voor jezelf dingen te doen. Wat zijn nou cruciale elementen waarvan jij zegt, dit heb je wel nodig als ondernemer om te kunnen slagen? En dan met name het sociale ondernemerschap. Nou, ook wel gewoon doen, zeg maar. Echt gewoon lef om gewoon dingen te doen. Ja. Want ik kom ook mensen tegen en die schrijven het ene businessplan naar het andere, maar pakken vervolgens nooit de telefoon om te checken of iemand met ze wil samenwerken. Of nooit een test of er überhaupt markt voor is. Hè. Die blijven maar achter hun bureau zitten schaven op het plan. Is dat angst? Durf ze die stap dan niet te zetten, denk je? Ja, in een aantal gevallen wel. Oké. Ik heb een jaar geleden bijvoorbeeld een ondernemer gefinancierd. En die was gewoon begonnen en die was gewoon op acquisitiepad en die haalde allemaal opdrachten binnen zonder erover na te denken van hey, is mijn organisatie, staat die al goed genoeg hè, om al die opdrachten te kunnen verwerken. Ja. Die was echt gewoon hop van start gegaan en die draait gewoon super goed nu. Dus je moet echt wel gewoon lef hebben en durven bluffen. Om ver te komen, zeg maar. Als je blijft afwachten tot iemand jou belt, dan kan je heel lang wachten. Ja, die hebben wij ook wel een beetje geleerd. Dat vind ik ook het meest leerzame voor mij. Want we hadden het net over waar die twee verschillende organisaties kunnen staan. Zeg maar de commerciële organisatie, de NGO. En die eigenlijk samen moeten komen tot die hybride of sociale onderneming. Ja. Het zit volgens mij ook een beetje in de ondernemers zelf, waar dat samen moet komen. Want als je hier de commerciële man hebt en hier de goede doelenman. Ik heb deze markt proberen te benaderen van hieruit. Waar als je goede dingen doet, dan komen ook sneller mensen naar je toe en op je pad. En deze man is toch wat minder agressief in zijn acquisitie, in zijn benadering. En ik moet nu echt leren van je zou echt op mensen af moeten stappen. En de vraag stellen van, hey, wil je iets met ons doen? En ik denk dat dat ook wel, als je het hebt over de succesvolle sociale ondernemer,
Die moet toch wel ook iets commercieels in zich hebben. Ook al vindt hij de commerciële wereld niet helemaal iets. Hij moet zich daar wel in kunnen bewegen, denk ik. Is dat ook iets wat jij ziet binnen de organisaties die jullie supporten? Ja, nee, je hebt ondernemers nodig die ook sociaal zijn. En niet per se iemand die heel sociaal is, maar niet ondernemend. Dat is gewoon een hele lastige. Dus... je moet wel je product of dienst verkopen. Ja. Want anders kan je ook geen impact maken. Want dan krijg je namelijk helemaal geen... dan komt er geen geld binnen. Blijf je gewoon afhankelijk van allerlei subsidies en donaties. Waarvan het elk jaar maar weer de vraag is of ze komen. Ja. Dus je hebt zeker dat commerciële wel nodig. Ja, ja. En wat we ook wel zien is heel veel sociaal ondernemers doen het met z'n tweeën. Die hebben één iemand die is heel goed in het zakelijke en het commerciële. Okay. En de andere directeur is heel goed in de impact, zeg maar. En dan houden ze elkaar in balans en af en toe botst dat, hè. Maar het werkt ook wel heel goed, omdat het zijn wel soms ook echt... compleet andere skills, zeg maar. Echt complementair aan elkaar. Maar dat is voor jullie heel moeilijk om te meten als iemand met een plan komt. Daar kunnen dingen heel mooi omschreven staan. Maar uiteindelijk zeg je eigenlijk, die ondernemer is degene die het succesvol kan maken of niet. Hoe scoren jullie dat? Op basis van een plan of hoe score je of iemand er klaar voor is? Want dat lukt natuurlijk niet alleen met een stuk wat je voor je krijgt. Nee, dat is voor een deel is dat gevoel. Ja, okay. Dat klinkt echt... daarom willen we ondernemers ook altijd zien en gaan we ook altijd naar de ondernemers toe. Ja. Want soms krijgen we een geweldig plan, maar dan komen we bij die ondernemer en dan denk je, nee, weet je, dit mooie plan is gewoon opgesteld door een consultant. Ja. En soms krijg je een plan waarvan je denkt, wat is dit en wat gaan ze doen en ik snap er helemaal niks van. En dan kom je ergens en dan spreek je de ondernemer en dan zie je de mensen daar rondlopen en dan gebeurt er iets. Ja, en dan denk je, oh, zo zit het. Het zit echt puur op gevoel. Ja. Ja. Wat dachten jullie toen jullie mijn plan voor het eerst zagen? Dan ben ik wel nieuwsgierig. Dat is al best een tijdje geleden. Dat klopt. Je ziet er zoveel voorbij komen waarschijnlijk. Ja. Nou, ik vond het wel een mooi idee om dat jullie met de jongeren die workshops zouden gaan doen. Toen dacht ik, oké, dat is echt wel een unieke propositie. En natuurlijk ook omdat Jet Foundation al lang bestond en wat jullie daarmee al hadden gerealiseerd, was ik wel echt gelijk getriggerd en dacht ik, oh, daar moet ik echt meer van weten. Mm-hmm. Oké, dus... Ik was toen samen met Mo, met een trainee, die was toen ook mee, weet je nog? Ja, weet ik nog steeds. En toen jij weg was, zei hij ook gelijk, nee, dit moeten we doen, dit moeten we doen, dit is echt zo cool. Stop te horen. Maar dat vind ik wel interessant, want je benoemt van ja, je hebt eigenlijk al iets bewezen met je foundation. Daar ben je, weet ik veel, 4-5 jaar mee bezig. En dat heeft een bepaald succes gehad. Stel voor iemand heeft wil een sociale onderneming starten, heeft misschien een goed idee. Mm-hmm. Maar is dan ook een tip die je aan zo iemand zou gaan geven? Van ja, voordat je in het diepe springt met je plan, ga eerst een bepaalde ervaring opdoen. En zorg ook dat je daarmee een soort van referentiekader opbouwt. Hoe belangrijk is ervaring en wat voor tips kan je iemand geven die nu bijvoorbeeld klaar is met studie, heeft eigenlijk nog geen ervaring als ondernemer of ervaring binnen een organisatie, heeft wel een idee, zou je zeggen ga gelijk met je idee van start of ga juist zorgen dat je leert hoe het er in organisaties aan toe gaat, hoe het professionele leven eruit ziet? Nou ja, je kan ook wel gelijk direct naar je studie starten, hè? Maar ga dan echt goed aan de slag met je plan. En ga gelijk mensen vragen van, hey, zou je mijn product of dienst willen afnemen? Hè? En ga je het dan ook verkopen aan anderen? Dus probeer gelijk al te zorgen
Dat je er mensen bij betrekt en die jou ook feedback kunnen geven. Hè? Die kunnen zeggen van, hey, dit werkt niet. Ja. En kijk ook wat er al, of het er al is, dat zei jij ook al. Hè? Zorg dat je niet een nummer 10 wordt die hetzelfde product of dienst gaat aanbieden. Kijk of je kan samenwerken met anderen, want... banken en fondsen verstrekken bijna nooit iets op alleen een idee. Hè? Je zult zeker al echt een paar stappen verder moeten zijn. Al het al getest hebben of een zekere mate van ervaring moeten laten zien. Ja. Ja, want ik merk voor mezelf dat het voordat ik weer met Jazz Foundation begon, heel erg had geholpen om gewoon wat werkervaring op te doen. Binnen grote organisaties, zowel particulier als binnen de overheid, ook vond ik het totaal niet leuk, is het wel een enorm leerzaam proces geweest, zeg maar. En ik merk wel dat jonge ondernemers dat vaak nog onderschatten. Dat ze zeggen, ja, ik ben ondernemer, dus ik wil gaan ondernemen. Maar dat wel enorm kan helpen om gewoon te weten, nou, hoe gaat het in een middel groot bedrijf eraan toe? Hoe gaat het binnen een hele grote institutie eraan toe? En ik denk dat dat enorm... waardevol voor mezelf is geweest om gewoon te weten, nou ja, weet je, niet alleen hoe die structuur eruit ziet, maar ook hoe gaan mensen met elkaar om, hoe gaat leiding geven in zijn werk, hoe organiseer je dingen, hoe zet je projecten op in een team. Ja, en, dat soms is iets wat je niet op school leert, maar wat je echt leert in een bedrijf, zeg maar. En inderdaad, ook een mooie, hoe gaan mensen met elkaar om, hoe liggen verhoudingen in een bedrijf. Ja. Hoe kan je daarop inspelen? Dat leer je gewoon niet op school. Dus dat is ook wel heel goed om daar in een bestaand bedrijf ervaring mee op te doen. En inderdaad met alle processen en procedures. Want er komt nogal wat bij kijken als je een onderneming hebt, zeg maar. Ja, very true. Dus misschien een moeilijke vraag en ook voor ons een verre van de bachelor. Maar hoe kijk je naar salarissen van directeuren binnen sociale ondernemingen? Omdat het soms een taboe is binnen bijvoorbeeld stichtingen. Dat is ook wel eens discussies. Waar ik zelf ook kritisch op ben. Dat je hoort van grote stichtingen, bijvoorbeeld NGO's. Waar directeuren heel veel verdienen. Maar die wel langs de deuren gaan om euro's op te halen. Mm-hmm. En dan heb je de discussie van ja. Weet je, dat geld moet gewoon direct op de juiste plek komen. Terwijl andere mensen zeggen ja, maar die kennis van zo'n directeur moet je binnenhalen. Om die impact te kunnen maken. Bij sociale ondernemingen. Ik weet niet of er organisaties zijn die... dat soort grote schalen bereiken. Maar hoe kijk jij daarnaar of als bank van ja, waarom zou het wel of niet mogen? Ja, ik vind dat je als sociaal ondernemer echt een salaris moet verdienen. Hè? Ik kom af en toe ook ondernemers tegen die zeggen van ja, ik leef al bijna 2 jaar van niks. Dat kan niet, hè? Want ik geloof niet dat je dat... dat je dat heel lang gaat volhouden. Ja. Kijk, je werkt er ook hard voor. Hè? Ik bedoel, jij werkt vast ook veel meer dan 36 of 40 uur per week. en je investeert zelf ook hartstikke veel in je eigen bedrijf. Dus daar mag ook wel wat tegenover staan. En ik vind dat als jij gewoon genoeg verdient... dat je salaris daar ook in lijn mee mag liggen. Betekent, wij kijken natuurlijk nog wel steeds kritisch, hè, van gaat er dan nog wel voldoende naar de impact die je wil maken? Hè? Blijf je sociale doel wel overeind staan? Ja. Maar als jij jezelf dan ook een goed salaris uitkeert, je hebt het ook wel verdiend, hè? Want jij bent dan ook wel degene die het hebt opgebouwd en die ervoor heeft gezorgd dat die organisatie zo groot is geworden, dat er zoveel mensen aan het werk zijn. Je loopt zelf ook risico's. Kijk, als je, we krijgen ook wel aanvragen dat mensen zeggen van nou, we verdienen nog niks en we maken nog verlies, maar ik wil mezelf wel een mega hoog salaris uitbetalen die dat dan bij de fondsen neerleggen. Kijk, dat doen we niet. Maar als je het zelf hebt verdiend, zit ik niet zo heel strak in de hele discussie. Ja. Want mensen moeten het ook wel blijven volhouden, zeg maar. Gotcha. Ja, en ik denk ook, want ik moet er zelf ook aan wennen, hè, omdat ja, ik vind geld geen vies woord, maar je bent toch inderdaad ook zo meer van het delen,
investeren, weggeven, dat je dat nu ook steeds meer leert. Maar ik denk ook dat het goed is, ook voor ondernemers die beginnen, die misschien kiezen om niks sociaals te doen, omdat ze hun persoonlijke ambitie hebben. Ja, ik moet wel later mijn huis kunnen kopen, of ik wil toch stiekem die auto halen. Dat dat ook moet kunnen als sociale ondernemer eigenlijk. En ik denk dat dat bewustzijn er ook gewoon moet komen. Nou ja, en dat niet alleen. Hè. Je moet ook als ondernemer zorgen voor dingen als arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Je wilt later ook een keer met pensioen, zeg maar. Ja. Weet je dat? Ja, ja, ja. Oh, nou klinkt het wel echt heel erg als iemand van de bank. Kijk, als je sociaal ondernemer bent en je hebt veel mensen in dienst, hè, en mensen die je verder wilt helpen, die help je niet als jij na 2-3 jaar omvalt omdat je niet goed voor jezelf hebt gezorgd, zeg maar. Ja, dus die balans is gewoon heel belangrijk. Ja, duidelijk. Als afsluiting, als er nu mensen dit kijken of luisteren, en die voor zichzelf willen gaan beginnen als sociaal ondernemer. Wat is de nummer 1 tip die je ze mee wilt geven? Oeh, wat is de nummer 1 tip? Ja, gewoon doen. Gewoon beginnen. Ja, learning by try on error. Gewoon gaan. Ja, precies. Ja. Oké, heel goed. Een businessplan is altijd geld. Dus gewoon beginnen en inderdaad echt gewoon met lef. En betrek anderen erbij, want je kan het echt niet in je eentje helemaal doen. Ja. Dat merk je vaak als ik mensen spreek. Die zijn bijna soms bang om mensen om zich heen te verzamelen. Vooral in de beginfase. Die slimmer zijn in iets of verder zijn in iets dan de ondernemers zelf. Omdat ze bang zijn dat dan hun verhaal of hun ding ook van de ander gaat worden. En ze blijven daarin heel protective. Terwijl, één ding wat ik echt heb geleerd is, het is zo waardevol om mensen om je heen te verzamelen die ergens veel beter in zijn dan jij. Ja. En dat versterkt je zo enorm. En als ik kijk bij Jets, dan durf ik gewoon wel heel eerlijk te zeggen, ik denk niet dat ik ergens de beste in ben, behalve juist in dat verbinden van mensen aan elkaar. Ja. En dat daar juist de kracht in zit. Van, hey, als je een team maakt van mensen die geloven in jouw verhaal, weet je, die staan achter wat jij wil doen, juist omdat je impact wil maken. Niet denken, hoe kan ik geld verdienen voor mezelf, maar verschil maken in de samenleving. Dat is het voordeel aan sociaal ondernemen. Dan zijn er zoveel mensen die daaraan mee willen doen. En misschien ook juist die commerciële organisaties die zoekende zijn van, hey, hoe kunnen wij impact maken? En dan hoeven ze ook niet heel hun businessmodel te veranderen, maar zeggen, wij gaan jullie helpen. Net zoals wat ik benoemde, de school voor transitie of Den Haven, die gewoon zeggen, hey, wij gaan jullie ondersteunen. En je kan er zoveel kennis en ervaring mee opdoen. Dus dat is altijd wat ik vertel. Voordat je daaraan begint, zorg omdat je verhaal goed is. Zorg dat je story right is. Thanks voor je tijd, Nienke. Ja, graag gedaan. Ik ben echt heel benieuwd.